Om Hoog Kortrijk tot een volwaardig deel van de stad te ontwikkelen, schreven het stadsbestuur van Kortrijk en de intercommunale Leiedal in 1990 een steenbouwkundige wedstrijd uit. Urbanist Bernardo Secchi won deze opdracht en had in zijn masterplan de ambitie een markant gebouw met hoge architecturale kwaliteit te realiseren op de kop van het Beneluxpark. Polo Architects hing de uitdaging aan, Verstraete Development zorgde voor de ontwikkeling en heeft er op vandaag zijn eigen kantoren in ondergebracht. Ja, de opdracht was om een tijdloos multi-tenant kantoorgebouw te bedenken met een sterke identiteit als een poortgebouw tot het Benelux kantorenpark. Het strakke iconische volume omarmt met zijn 5 bouwlagen een groene patio en nestelt zich zo in het sterk geprofileerde landschap. De gemeenschappelijke coworking ruimtes bevindt zich rond deze patio in de plint van het gebouw. Het restaurant, de polyvalente ruimte en foyer vinden aansluiting op de lager gelegen tuin met uitzicht op het bufferbekken. Door zijn ligging op de kop van het park onderscheidt het gebouw zich en vormt het een beeldbepalende landmark aan een van de bekendste in- en uitvalswegen van Kortrijk. Kortrijk Business Park is gelegen op de kop van het Beneluxpark in Kortrijk. Het gebouw leent zich perfect voor bedrijven van alle soorten en groottes, zoals freelancers, start-ups en scale-ups, tot KMO's en grote gevestigde waarden. Het gebouw is vlot bereikbaar met de wagen, fiets en het openbaar vervoer. Dankzij de aansluitingen op het IJ, de Ring en de E17 is het zowel voor nationale als internationale bezoekers een zeer gemakkelijk te bereiken locatie. Met de goede busverbinding en de bestaande fietspaden staat je op minder dan 10 minuten in het centrum van de stad. De geplande trambus tussen het centrum en stadsdeel 't Hoge zal de verbinding enkel verbeteren. Het Beneluxpark is de laatste jaren geëvolueerd naar een prachtige kantoorzone. In de buurt zijn ook tal van restaurants en broodjeszaken, een fitness, een kinderdagverblijf en verschillende scholen en universiteiten. De locatie heeft dus heel wat proeven om bedrijven te ontvangen. Het ontwerp is een evenwichtsoefening tussen identiteit en flexibiliteit, waarbij de focus ligt op het bouwen van een kwalitatief, toekomstgericht en duurzaam project. Het kantoorgebouw stelt het comfort van de eindgebruiker centraal en is in staat bedrijven van verschillende groottes te huisvesten met de mogelijkheid om te groeien of te krimpen. Vanaf de start van het project was onze visie Happy People Perform Better, met als focus het welzijn en de productiviteit van de toekomstige gebruiker te maximaliseren. Enkele belangrijke zaken die het welzijn en de productiviteit stimuleren zijn onder meer de ventilatie en luchtkwaliteit, een aangenaam thermisch comfort, veel natuurlijk daglicht en groene zichten. Daarnaast genieten de huurders ook van de grote polyvalente zaal, waarbij we de nadruk echt gelegd hebben op polyvalent. De zaal zal kunnen gebruikt worden voor sprekers, aandeelhoudersvergaderingen, als ook productlanceringen, voorstellingen en bedrijfsfeesten. Huurders kunnen ook genieten van het restaurant in het gebouw, waar dagelijks een verse lunch wordt aangeboden, als ook broodjes en een saladebar. Naast het restaurant is er ook takeaway mogelijk en beschikt het restaurant over een buitenterras. Het terras en de parktuin kunnen worden gebruikt door teams die liever in de buitenlucht vergaderen. Voor de landschapsontwikkeling van het Beneluxpark bedacht bureau Basmets het unieke concept van kantoren in het park. De gebouwen maken deel uit van een parkachtige omgeving waarbij perceelsgrenzen niet meteen waarneembaar zijn. Zelf hebben wij ook onze kantoren in het complex. Wij kozen voor Kortrijk Business Park eerst en vooral omdat het een eigen ontwikkeling is. Ten tweede omdat het gebouw beschikt over alle faciliteiten die nodig zijn aan een nieuw kantoor. Denk aan een grote fietsenberging, douches, lockers, bring me pokes, bemande receptie enzovoort. Alles is voorzien zodat wij ons kunnen focussen op wat echt telt voor ons, de verdere uitbouw van ons familiebedrijf. Momenteel zijn er nog enkele kantoren te huur in Kortrijk Business Park. Contacteer ons gerust voor verdere informatie.